mag je zeker zo zeggen. Ja. Is dat de ontwikkeling nu? Niet eigenlijk. Nee. Sport is ook soms gewoon accepteren dat iemand beter is. En Pogacar is beter dan dat wij zijn, dan dat Jonas is. Hij staat verdiend ver voor. Chapeau voor hem, chapeau voor zijn team. Ze zijn sterker dan dat wij zijn. En we hebben het enige wat je dan kan doen is gedurfd blijven koersen en ervoor blijven gaan. En ik heb gewoon een geweldig team gezien vandaag. Volledige commitment. We hebben het geprobeerd. Als Jonas zich goed had gevoeld om Pogacar aan te vallen, konden we het ook doen. Hadden we daar ook de mannen vooraan. We konden defensief handelen en we konden voor de rit rijden. En, ik ben heel trots op het team en Pogacar is beter. En hij gaat de Tour winnen en chapeau voor hem. Wat was het plan dan vandaag om al te gaan op de Col de la Bonnette? Dat hadden wij verwacht, maar vertel eens. Of het plan was, dat hing af van hoe Jonas zich zou voelen. En hij voelde zich goed, maar niet goed genoeg om bovenop de tempo van UAE, plus ook gewoon aanvoelend hoe Pogacar was, van ja, dan rijd ik mezelf in het verlies. Plus dat ik dan de kopgroep nog terugbreng en ik ga Pogacar er niet afrijden. En dan nu hebben ze hem nog een kans. En dat is gewoon, dat was het teamwork en dat was goed zo. Is het nu dan alles op die tweede plek? Want op die slotklim rijdt hij volledig in het wiel de hele tijd van Remco Evenepoel. Is het er toch nog een beetje schrik in dat jullie die tweede plek eventueel ook kwijt zouden spelen? Nou nee, want ik denk dat zij gewoon aan elkaar gewaagd zijn. Maar dat was een klim van 6-7%. En dan rij je zelf helemaal leeg. Pogacar is weg, dus waarom zou je dat doen? De nummer 4 zit zo ver weg. Dan kun je beter nog zorgen dat je gewoon wat in de tank houdt. En zondag nog eens een keer de Volvo gaat in de tijd dit. En morgen gewoon ook weer consolideren. En uiteindelijk is nu is tweede mooier dan derde. Maar uiteindelijk in Nice, of je dan tweede bent of derde bent, dan gaat het ook gewoon om een podiumplek. Dat is gewoon het hoogst haalbare. Ben je toch verrast door het niveau van Tadej Pogacar? Want wat hij hier in deze ronde van Frankrijk laat zien, freewheelend, het is een wurggreep. Dat is toch wel opvallend. Hè? Het is echt een groot verschil. Ja, zeker. Ja, hij is by far de beste dit jaar. Ja. Het feit dat hij die ritzege ook nog wil pakken, wat lees je daaruit af? Dat hij winnen heel leuk vindt. Hè? Hoe zuur is dat nog voor jullie dat niet gegund wordt? We willen ook geen cadeautjes. Hey, ik bedoel, als hij wil winnen, dan moet hij winnen. En ik had het Matteo heel erg gegund, ik had de ploeg heel erg gegund. Het was een hele mooie beloning geweest, maar hij wilde zelf winnen. Wanneer kregen jullie door dat het vandaag niet ging lukken? Was dat gistermiddag al? Was dat vandaag tijdens de rit? Ja, weet je, kijk, UAE rijdt daar natuurlijk ook met een heel sterk team. Wielrenners voelen zelf ook wel aan hoe je ten opzichte van een concurrent bent. En er is gewoon geen één moment dat Pogacar iets laat zien van, is hij vandaag wel goed? Laat zijn ploeg ook gewoon volle bak achtervolgen om de kopgroep in bedwang te houden. Ja, dan weet je wel genoeg. Dan is het gewoon zo. Dat Jonas vandaag wat minder is, wat is daar voor jouw verklaring? Nou, maar was niet minder. Nee. Nee. Pogacar is gewoon zoveel beter. Ja. En daar is nu helemaal genoegen meegenomen. Ja, weet je, kijk, je kan niet beter zijn dan de beste versie van jezelf. Hè? En Jonas heeft gewoon een heel hoog niveau. Dus ja, weet je, dan is er één iemand gewoon veel beter. En dat, dat heeft hij heel, heel goed gedaan, heel knap gedaan, heel sterk team en alles. Dus Chapeau, hè? Wat heeft Jonas vanmorgen gezegd?